Ik ben Monique en ik ben docente bij Temp van Nails. Vanavond ga ik jullie laten zien hoe dat je met een rubberbeest een babyboom kan maken. En dan wel om hem zonder na te vuilen helemaal op te bouwen. Ik werk op mijn eigen, dus ik heb hier al een nagel voorbereid. Dus ik heb geen model, het is echt mijn eigen nagel. En dan ga ik jullie nu laten zien hoe dat we dat gaan doen. Kijken jullie mee? Wat is er nou zo fijn aan de rubberbeest? De rubberbeest heeft echt een fantastische hechting die je rechtstreeks op de natuurlijke nagel kan aanbrengen. Wat heb ik gedaan? Ik heb de natuurlijke nagel voorbereid, nagelriem teruggeduwd. Ik heb de natuurlijke nagel voorbereid en ik heb die dus al verlengd met een schabloon, met een dun laagje rubberbeest. Mijn nagel die komt normaal tot hier. Dat is echt maar een hele korte nagel. En ik heb daar nu al een laagje rubberbeest als voorbereiding verlengd met de schabloon. Nou, wat ga ik nu als eerste doen? De natuurlijke nagel reinigen met de Natural Nail Prep. Die doe ik op een watje. En dat watje vouw ik in een hoedje. Zo kan ik mijn nagel goed scrubben. En de Natural Nail Prep ontvet de nagel, reinigt de nagel en onttrekt vocht eruit. Dan begin ik met als eerste de rubberbeest nummer 11. En ik begin een super dun laagje aan te brengen. Op de natuurlijke nagel en over de verlenging waar ik zit. De eerste laag is altijd een basislaag en die mag nooit helemaal heel dik zijn. Super dun. De rubberbeest gaat altijd 60 seconden in de ledlamp of 2 minuten in de UV-lamp. Even de lamp aanzetten. Zit de stekker er niet in? Even checken of de stekker erin zit. Dat hadden we niet helemaal gecheckt. Hoe doet het nou? Daar. En dan kan hij aan. Ja, 60 seconden in de lamp. Wat is er nu zo fijn aan de rubberbeest? De rubberbeest kan je gebouwen als een fundering. Van een gelak. Dus de basecoat laat je weg en je gebruikt de rubberbeest ervoor. Je kan hem als basis gebruiken als fundering onder de gel, onder de polygel en zelfs onder de acryl. Je kan met de rubberbeest de natuurlijke nagel verstevigen. Je kan ermee een tip plaatsen en daarmee je nagel opbouwen. Maar je kan ook de nagel opbouwen met een schabloon, wat ik nu net heb gedaan. De rubberbeest heeft 23 van, kleuren van Temp van Nails. Kijk of ik het zo kan laten zien. Met en zonder shimmer, dus dit zijn allemaal zonder. En als ik het palet omdraai, zitten daar dus ook kleuren bij met een glittertje. Mooi hè? Dus je kan ook de rubberbeest gebruiken als een lak. Stel dat je de nagel hebt opgebouwd met een acryl of een polygel. En de klant wil heel graag een nude kleur. Nou, ik ben zelf ook echt enorm fan van nude kleuren. Dan pak ik bijvoorbeeld altijd een nummer 25. Is een hele lichte natuurlijke kleur. En die plaats ik over de acryl. En dan heb je een hele mooie natuurlijke look. Oké, tot zover de kleuren. Ik heb een basislaagje rubberbeest aangebracht op de hele nagel. Dan ga ik nu over met de wit. En daarvoor gebruik ik nummer 13. TFN rubberbeest heeft 2 kleuren wit. Nummer 13 en nummer 14. De nummer 13 is het meest wit. En de nummer 14 is wat melkwit. Ik vind het persoonlijk mooier om bij mij de nummer 13 te gebruiken. Verder heb je naast de nummer 13 heb je nodig
een nail art penseel. Ik gebruik hier van TFN het nail art penseeltje. Als ik dan mijn rubberbees uit het flesje haal, even kijken of ik het goed kan laten zien, dan trek ik hem altijd aan één kant omhoog. Zodat ik aan één kant geen product heb en aan de andere kant wel. Dus ik heb aan één kant geen product en aan de andere kant heb ik wel product. Ja, die breng ik aan voor op de nagel. Op de vrije rand. Tot waar dat ik de babyboom wil hebben. Dus het witte zet je vaak wat hoger dan de vrije rand. En je mag hem ook niet heel dik zetten. Want je gaat natuurlijk daar de nagel ook nog verder opbouwen. Oké. Tot zover het witte. Dan pak ik mijn nail art penseel. En daarmee blend ik hem uit naar achteren. Zorg dat je die goed blendt. Hoe mooier dat jouw overloop is van de wit naar het natuurlijke, hoe mooier dat jouw babyboom dadelijk is. Als eindresultaat. Als ik dan van de zijkant kijk, dan wil ik hem hier wat verder plat hebben. Dan ga ik dadelijk nog even het product op zijn kop houden. Dus mijn nagel hou ik eigenlijk op zijn kop, zodat hij even wat kan gaan levelen. Zodat hij zijn eigen weg gaat volgen. Blenden is eigenlijk het meeste werk van allemaal. Laat ook de rubberbees even zijn werk doen. Geef het even de tijd, een paar seconden, dat hij zijn eigen weg kan volgen. Oké, ik draai mijn hand heel eventjes om, zodat de rubberbees naar beneden kan zakken. Als hij dan mooi egaal is en recht overloopt, dan stop ik hem in de lamp. Ook weer 60 seconden. Doordat je met de rubberbees heel fijn kan bouwen, een nagel kan opbouwen, een nagel kan verlengen. En je geeft het product de tijd om zijn weg te zoeken. Zul je dus ook makkelijk een nagel, vooral korte nagels, ervaar ik, op kunnen bouwen zonder na te vijlen. Als we dan dadelijk verder gaan met het opbouwen, gebruik ik de nummer 11, sorry. En dan is hij bijna klaar. De rubberbees is qua dikte en structuur, eigenlijk kan je die vergelijken van TFN met de gel bottle, dus de Biab. Daarom noemen wij het ook de rubberbees / Biab. Nou, als ik dan van de zijkant kijk, nu heb ik eigenlijk een hele platte nagel. Die wil ik nu mooi hier de apex wil ik gaan opbouwen. Daarvoor gebruik ik weer nummer 11. Ik haal een beetje uit mijn potje. De ene kant geen product en de andere kant wel. Dus maak een buikje. Die leg ik boven tegen de nagelriem aan.
En vanuit daar ga ik hem zachtjes naar beneden werken. Ook weer tot halverwege de nagel. Want de roze gaan we dadelijk namelijk ook naar beneden uitblenden. Ik pak een heel klein beetje bij. Zodat ik een mooie bolling overloop kan maken. Tot hier zet ik hem. Ik pak weer mijn nail art penseel en ik blend hem uit naar beneden. Ik trek hem eigenlijk helemaal door naar voren tot over de vrije rand. Zachte bewegingen. Laat ook het product een beetje zijn werk doen, hè? Laat de rubberbeest zelf zijn werk doen. Laat hem zijn weg zoeken. Als ik dan van de zijkant bekijk. Die lamp moet even weg. Ja. Zie ik hier nog een klein deukje. Ik doe het allemaal goed kunnen zien. Ik ga hem nog even iets meer naar voren halen. Zorg dat hij goed bij de nagelriem is. Met jouw nail art penseel kan je hem dus heel makkelijk en heel mooi hoog tegen de nagelriem aantrekken. Ik ga hem even zo laten zien. En van de zijkant. Ik ga hem nu nogmaals een keer op zijn kop houden, zodat het product waar ik de bolling heb gemaakt, naar beneden kan zakken. Zodat de zwaartekracht eigenlijk naar beneden gaat en die verzorgt de bolling. Ik neem hem nog een beetje mee naar voren. En dan gaat deze ook in de lamp. Goed kijken wat je met je penseel doet. Kijk goed waar het product naartoe verschuift. En deze gaat ook weer 60 seconden in de lamp. Dan is eigenlijk het moment aangebroken dat we de topcoat aanbrengen. Met die topcoat kan je ook nog een extra bolling aanbrengen, mocht je de nagel te dun vinden, te plat vinden. Dit is de topcoat. Topcoat is een fijne, dikke topcoat. Dikker van structuur. Die makkelijk zijn weg zoekt. Dus ook makkelijk levelt op de nagel. En ook geen plaklaag achterlaat. Deze rubberbeest topcoat die kan je ook gebruiken op jouw andere kunstnagelproducten. Denk hier aan op een gel of een acryl. Als je dan onder de lamp uitkomt, pak ik mijn topcoat en die leg ik hier neer en die verwerk ik eigenlijk zachtjes naar de nagelriem en ik trek hem mee naar beneden.
Even een beetje van mijn penseel afhalen. Strijken mee naar beneden. Dus eigenlijk lak je, je laat je penseeltje van jouw topcoat zweven over de nagel. Als ik hem dan over de gehele nagel heb aangebracht, pak ik alsweer mijn nail art penseeltje. En daarmee trek ik hem, want als je het goed kan zien, is hij hier een beetje een deukje. Dus ik wil hem voor wat platter hebben. Met mijn nail art penseel trek ik hem nogmaals. Stuur ik hem eigenlijk een beetje de kant op waar dat ik hem naartoe wil hebben. En als laatste ga ik hem toch nog ook even op zijn kop houden. Dat duurt een seconde of 10. Kijk ik van de zijkant en dan wil ik hem hiervoor, wil ik hem echt mooi nog wat platter hebben. Dus ik trek daar de topcoat naar beneden. En dan kan hij in de lamp. Dus voor een mooie babyboom resultaat met rubberbees heb je eigenlijk maar 3-4 producten nodig. Een wit en een coverkleur rubberbees. Je nail art penseel. Echt maar een heel kleintje. En een topcoat om mee te eindigen. Hoe maak je penseel weer schoon? Wat ik met mijn penselen altijd doe, is een nail wipie. En daarmee wipe ik mijn penseel schoon. Dus ik strijk hem daarop droog. En meer niet. Meer hoef je met je penseel niet te doen. Goed wegstoppen. Hier zit een fijne dop op. Dus je kan het dopje erop doen. En dan kan je je penseel ook weer stofvrij opbergen. Nou, het eindresultaat. Even kijken of ik hem goed kan laten zien. Een mooie dunne nagel. Ik laat hem even aan twee camera's zien. Ik heb een beetje mijn nagelriemen geveld net. Sorry jongens. Ik moest even mijn acrylnagel eraf halen. Zie je hoe mooi en rustig dat de overloop is van de nagel? Nou. Wil je nu nog meer leren over de rubberbees en over dit product? Dan geeft Tem van Nails ontzettend leuke opleidingen. De vraag is een beetje met de COVID wanneer de opleidingen weer mogen starten. Nou, ik hoop dat jullie er iets van geleerd hebben vanavond. En nogmaals, wil je meer weten of heb je vragen? Dan stuur een mailtje naar info@temvanneels.nl. Dank jullie wel!